deze video. Vandaag heb ik een mini shoplog voor jullie en wel gevonden van Kranenbroek. Ik weet niet of jullie daar wel een keer geweest zijn, maar het is een hele grote winkel die verschillende vestigingen heeft in Brabant. Ze hebben er echt van alles en nog wat, bijvoorbeeld kleding, maar ook spulletjes voor in de tuin en home decoratie. En ook bijvoorbeeld technische dingetjes voor machines te maken en dergelijke. Dus echt een winkel waar je voor van alles en nog wat naartoe zou kunnen. Maar ik heb dus een mini shoplog voor jullie, echt letterlijk een mini shoplog. Want ik heb eventjes bij de kleding gekeken en daar vond ik twee hele leuke t-shirts. Ik zal ze even jullie laten zien. Kijk, dit zijn de t-shirts die ik heb gevonden. Net daar heb ik gepast, want dan kun je ook passen. Allereerst dit t-shirt, blauw en er staat op Inspire and Wonder. En deze met Paris, Bright Like a Diamond. Nou, ik vind het hartstikke leuke t-shirts. Ik ga ze even aantrekken en aan jullie laten zien. Allereerst heb ik aangetrokken dit mooie shirt. Zoals ik net al zei, staat erop Inspire and Wonder. En ja, de patroontjes die erop staan vind ik ook heel erg leuk. Hij zit gewoon heel erg mooi. Natuurlijk kun je hem ook in je broek stoppen. En ja, het is gewoon een heel leuk zomers t-shirt. Dit t-shirt was €4,75. Wil je dit t-shirt ook? Hij ligt nog in de winkel, dus wees er snel bij. Dit mooie t-shirt heeft de afbeelding van de Eiffeltoren erop staan. En als tekst staat er Paris Bright Like a Diamond. Ik vind de kleurtinten in het t-shirt erg mooi. Je ziet zwart, een beetje grijs en onderaan ook nog neigt het een beetje naar beige. Kijk, al met al vind ik het gewoon een heel leuk t-shirt. Dit t-shirt was €3,95. Ook dit t-shirt is nu nog bij Van Kranenbroek te koop. Dus wil je dit t-shirt ook, ga dan gauw eventjes naar de winkel toe. Want dan heb je hem ook. Laat in de reacties achter of jij ook wel eens bij Van Kranenbroek geweest bent. En laat ook eventjes achter in de reacties wat jij van de t-shirts vindt. Vond je dit een leuke video? Doe dan even een duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doei!